Ik vind het totaal niet fijn dat ik via noodbevel een extra inzet nu een maatregel als deze moet nemen. Nijmegen staat zich voor op het zijn van een open stad. En daar ben ik ook heel grote voorstander van. Dus dit is niet met. Ik beschouw dit niet als mijn fijnste avond, zeg ik jullie eerlijk. Wat voor avond is het dan wel voor u? Ik vind het een heel verdrietige avond dat een maatregel als deze nodig is. Die was wel noodzakelijk gezien toch het behoorlijk voortgaande toenemend aantal geluiden. Social media, maar ook wat serieuzer geluiden. Kijk, social media jagen ons heel veel angst aan. Dat is ook wel gebleken. En daar moet je ook gepaste antwoord op geven, maar ook laten zien dat je er bent. Maar het geeft me geen enkel plezier om een maatregel als deze te nemen hier in het hart van onze stad. Natuurlijk, het zal nooit heel erg druk zijn op een winteravond met al die coronamaatregelen. Maar ja, dat er nu zelfs gezegd wordt, iedereen die hier niets te zoeken heeft, hè, die hier dus niet woont of werkt, die mag niet komen. Ja, ik vind het wel een maatregel die mij heel veel verdriet geeft, hoor. Heeft u het ook in het veiligheidsberaad besproken? Nou, deze concrete maatregel niet, maar we hebben het uiteraard wel met de collega's besproken. Alles wat gebeurd is in Eindhoven gisteren en andere plaatsen. Ja, en de dreiging die in heel veel plaatsen in Nederland geuit is. Laten we hopen dat het meer grootspraak is dan werkelijkheid. Maar je kunt gegeven de gebeurtenissen van het afgelopen weekend natuurlijk nu niet je ogen sluiten voor het feit dat er geluiden zijn. En toch nog wat mensen denken. Nou, laten wij dat ook maar eens dat spoor gaan volgen. Het is walgelijk natuurlijk dat je oproepen gaat doen om te gaan plunderen, om andere mensen lastig te vallen, hun bezit te vernielen. Het is zo, daar moeten we gepast op reageren. En we moeten ook voor ogen houden, die relzoekers moeten we aanpakken, maar laten we ook oog hebben voor de echte demonstranten, mensen die voor hun mening uitkomen en dus ook de nuance in het debat blijven houden. Maar helaas, vanavond deze maatregel, en je snapt ook wel, daarom vind ik het ook een bijzonder verdrietige maatregel. Een noodbevel laat niet heel veel ruimte voor nuance, hoewel ik dat heel graag zou willen. U bent niet de enige, bent ook Harderwijk, Groesbeek, ook noodbevel? Ja, er zijn meer collega's in Gelderland, maar in heel Nederland die nu noodbevelen of noodverordeningen. In ieder geval extra maatregelen. Politie is in het hele land extra ingeschakeld vandaag. En dat zal waarschijnlijk ook nog wel morgen zo zijn. Het is niet fantastisch, maar het is wel goed om te zien dat de politie kan optreden. Gisteren is er ondanks zwaar geweld volgens mij uitstekend opgetreden. Er zijn tientallen mensen ook aangehouden en die zullen hun gerechtvaardigd straf ook niet ontgaan. En ik hoop dat dat ook duidelijk mogen wezen aan al die andere relzoekenden, dat er niks te halen is, dat het echt zo niet kan. En denkt u dat het in Nijmegen nu voor elkaar is voor vanavond? Dat er echt nergens iets gaat gebeuren? Want hier op plein 44 is het nu om half acht 's avonds vrij rustig nog. Er is gezegd dat er rond 8 uur wat zou gaan gebeuren. Heeft u het, voor zover u kunt overzien, natuurlijk in Nijmegen nu helemaal afgesloten dat er echt niks gaat gebeuren, nergens? Niemand kan dat garanderen, ook ik niet. Maar we hebben wel van beleid gekozen dat je aan de randen van het centrum wordt je al aangehouden en gevraagd of je iets te zoeken hebt. En als je dat niet aannemelijk kunt maken of in groepjes komt en ik zag er al een paar rondlopen, ja, dan kom je hier niet op. Ook al ben je misschien niks kwaad in de zin, hè, maar er zullen misschien ook wel van die ramptoeristen zijn die denken, kom laat eens kijken. Maar ook zij zijn niet welkom en ik vertrouw erop dat we daarmee al flink deel eruit kunnen halen. Maar we zullen het gaan zien. Hè. Het is een grote stad. Als mensen echt iets willen, is het natuurlijk niet mogelijk om alles tegen te houden. Maar ik heb er wel vertrouwen in, met deze aanpak een forse drempel opwerpen. Een vraagje over het Veiligheidsberaad. Is daar ook nog gesproken over hoe dit nu verder moet de komende 2 weken met deze avondklok? Nou, de avondklok was niet zozeer de discussie, omdat wij denken dat die rellen die ontstaan zijn, die hadden niet zo heel veel met de avondklok te maken. Die ontstonden gisteren overdag, ver voordat de avondklok begon. Het fenomeen van de avondklok heeft misschien wel de discussie wat meer op scherp gezet, waar sommigen zich geroepen voelen. Maar onze indruk is, van de collega's en mij, is dat de echte relzoekers, dat zijn niet zozeer de demonstranten die voor de vrijheid opkomen, maar dat zijn mensen die echt hebben zitten wachten, bij wijze van spreken, op het moment als dit, om te gaan rellen. Variërend van wat extremistische figuren, hooligans die elkaar opzoeken. Dus dat heeft niet zo heel veel te maken met voor of tegen coronamaatregelen zijn. En dat onderscheid moeten we ook blijven maken. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Laten we alsjeblieft, zeker als burgemeesters, ook de nuance erin blijven houden. Vandaag in Nijmegen en op andere plaatsen moeten worden opgetreden. Maar dat wil niet zeggen dat dat symptomatisch voor het hele land is. Verreweg de meeste van onze burgers, hoe moeilijk ze het ook vinden, proberen zich aan die maatregelen te houden. En zij die er tegen zijn en daar tegen willen demonstreren, van mening uitkomen, die moeten dat ook kunnen. Dus die mogen er ook tegen demonstreren.